Dit zijn de basisspelers van Jonge Ajax. Te beginnen met nummer 1, Kjell Scherpen. Nummer 2, Terracho Casambirio. Nummer 3, Enrique Jansana. Je krijgt niet elke week een wedstrijd om het te laten zien. Dus in de wedstrijden die je krijgt moet je het gewoon laten zien, zo simpel is het. En dat probeer ik altijd zo goed mogelijk in te vullen. En als je dat nu kijkt met het begin van vorig seizoen en waar we nu staan, zeg maar, is dat wel met stapjes vooruit gegaan. Ik ben eigenlijk denk ik gewoon in alle vlakken wel completer geworden. Dan kun je kijken naar het keepende gedeelte, naar het fysieke gedeelte en het voetballende gedeelte. Ja, daardoor ik mezelf ook comfortabeler voel in de goal en dat ook mijn spel verbetert. Toen ik bij Emma zat, dacht ik altijd van, fysiek is het wel, zit wel oké. En toen kwam ik bij Ajax en was ik na 3 maanden was ik 10 kilo spiermassa zo'n beetje erbij. Dus toen dacht ik van, en nu zie ik dan foto's van bij Emma terug en denk ik van, daar was je nog wel een dun sprietje, zeg maar. Dus dat is nu eigenlijk goed. En voel ik me sneller, explosiever, ben ik wendbaarder, zeg maar. Dus dat is wel prettig. Ja, ik hoop dat ik op de goede weg ben en dat kunnen laten zien aan de rest van die mensen die dat misschien niet hadden gedacht. Dus dat is een beetje het idee, zeg maar. Ben jij een type die zich veel aantrekt van wat men van je vindt? Nee, niet zozeer, maar sommige dingen ontga je natuurlijk niet. Dus je krijgt altijd wel veel mee, ook al wil je het niet. Kijk, er ligt elke wedstrijd natuurlijk druk op. Je moet elke wedstrijd presteren. En doe je één wedstrijd, doe je het niet goed. Dan zijn er genoeg mensen die er dan over oordelen. Dus, daar moet je wel tegen kunnen, denk ik. Want je kan niet onzeker worden. Het kan ook niet altijd goed gaan. Dus dat is ook iets. Maar je moet er proberen mee om te gaan. En als keeper helemaal natuurlijk. Dus dan moet je een beetje voor de rest van het team de zekerheid zijn, zeg maar. Dus als keeper is het wel belangrijk. Ik denk dat je van buitenaf mensen misschien denken van het is geen warme club of iets, maar eigenlijk is het alle mensen die er zijn, die zeggen allemaal zijn aardig en dragen je een warm hart toe. Dus dat is ook wel prettig en voelt het eigenlijk gewoon als een familie, zeg maar. Het is wel een warme club. Het is met een zwaar gemoed dat ik u vanaf de commentaarpositie welkom heet. Het zware gemoed betreft natuurlijk de broer van de keeper van Emmen. Broer Jorg van broer Kjell. Kjell staat vandaag in de goal. En de familie is erbij met 30 personen. Allemaal voor Kjell en voor Jorg, die afgelopen dinsdag overleed. Ja, ik denk als familie zijn we heel hecht daarmee omgegaan. Het leven gaat verder, maar voor jezelf, voor de familie stond het wel even... even stil, zeg maar. Het gaf ook weer een bepaalde boost, zeg maar, om het voor hem dan te doen. Om het zo goed mogelijk voor hem te doen. Ondanks het misschien wel heel veel met je deed, maar je wou het niet echt laten merken. Je wou gewoon doorgaan voetballen en laten zien van ik sta hier. En dus dat wou je eigenlijk voor hem een beetje doen. Het was eigenlijk een hele heftige tijd. En dat merk je eigenlijk pas later, zeg maar, als het seizoen een beetje klaar is, dan komt het allemaal een beetje op je inwerken. Tijdens die tijd zit je zo in de emotie en adrenaline en wil je eigenlijk doorgaan. Dan kom je tot rust en dan klapt het eigenlijk allemaal binnen, zeg maar. Je kan het wel tegengaan, zeg maar. Maar Dat schiet niet op. Dus laten gebeuren. Met familie zijn. Met mijn vriendin. Elkaar steunen. Dus dat steun bij elkaar zoeken eigenlijk. Ja. Wat zou hij vinden van hoe jij het allemaal aanpakt en hoe jij het nu doet bij Ajax? Ja, ik hoop dat hij tevreden kijkt. Maar
zoals ik hem ken, was hij nooit tevreden. Was hij kritisch? Ja, hij was wel kritisch, ja. Ook al speelde ik een hele goede pot en ging er toch eentje in, maar ging het toch daarover, zeg maar. Dus ik denk, hij is nog niet tevreden, denk ik, maar half, met een knipoog, denk ik. Ik heb wel geduld en ik ben realistisch genoeg om te zeggen of het al goed genoeg is of nog niet. En ik weet dat er nog stappen gezet moeten worden. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste doel voor mij, dat ik dit jaar, eigenlijk dit seizoen, dat ik die stappen ga zetten. Voor mijn gevoel is dat als keeper kun je heel veel leren op een training. Als je bijvoorbeeld schoten van Klaas-Jan Huntelaar krijgt, die ze overal strak in de hoeken schiet, links, rechts. Ja, dan is het eigenlijk elke dag een uitdaging om die ballen eruit te houden. En natuurlijk heb je uiteindelijk wel wedstrijden nodig om dat te laten zien, zeg maar. Om de laatste stappen te zetten. Maar dat is, ja, ik ben 20 en ik heb nog genoeg tijd om die wedstrijden te laten komen, zeg maar. Ja, ik denk dat ik wel trots kan zijn hoe ik alles doorstaan heb. Het is voor iemand van 19, 20 is het niet niks. En heeft het alles, heeft me wel sterker gemaakt en ben ik de persoon die ik ben nu, zeg maar. Dus daar mag ik wel trots op zijn, maar ik ben zelf ook kritisch. Dus we moeten nog even wat tandjes erbij, wat verder gaan en dan... Hopelijk als ik 40 ben en ik kan terugkijken, dan kan ik wel trots zijn, denk ik. Hoop ik.